Sinds zondag exposeert de Dordtse schilder Roos van der Vliet in de WG Gallery aan de Aardappelmarkt. De hyperrealistische schilder is vooral bekend geworden door haar portretten waarbij de gezichten in haar gewikkeld zijn. Dat is zo ontstaan, ja. Ik had het op zich als kind ook wel. Ik had toevallig vorige week een gesprek met een vriendin van mij over Disney. En mijn eerste film die ik ooit in de bioscoop had gezien was De Kleine Zeemermin. En zij heeft natuurlijk van het prachtige rode haar wat onder water echt zo ongelooflijk mooi wappert. En ja, toen was ik 3 of zo. En toen dacht ik al van wow, als ik dat haar heb. En dan ging ik zelf in bad liggen en dan mijn haar zo laten, weet je wel. Dus heb ik altijd al gewoon ik heb me daar altijd door gefascineerd gevoeld. En dat is blijven hangen. Dus ja, en tegenwoordig is het een... Ja, een van de middelen geworden om iets te vertellen. En ik vind het interessant hoe haar valt. Dat het zo'n uniek soort, uniek en tegelijkertijd ook weer niet patroon vormt. Alles valt op een bepaalde manier neer. En ja, het is zo, al die ragfijne, dunne draadjes eigenlijk, dat zie je terug in de natuur. Bijvoorbeeld in een grasveld als de wind daar doorheen waait. Maar toch, ja, we hebben dat aan ons hoofd groeien, ja. Tot 21 augustus is een deel van Van der Vliet's werk te zien aan de Aardappelmarkt. In september 2021 krijgt ze haar eerste solo-tentoonstelling in Amerika, waar veel van haar werk verkocht wordt. Eerlijk gezegd is Nederland toch vrij klein, hè? Dat hebben Nederlanders zelf niet door. Die hebben de neiging om zichzelf nogal groot te maken in het hele land. Maar eigenlijk stelt natuurlijk helemaal niet zoveel voor. En daar kwam ik een paar jaar geleden achter toen ik in één keer in New York was dat toen in contact kwam met een galerie. En in Nederland lijkt het vaak alsof de kunstwereld uit één kunstwereld bestaat. Nou, in Amerika alleen al heb je ontelbaar veel kunstwerelden met eigen scientjes. En dat vond ik echt een openbaring. Ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar als er, ik zeg ook altijd tegen medekunstenaars die zich afvragen waarom hun werk hier niet loopt. Van nou, dan moet je het gewoon ergens anders proberen. Want je kan heel snel denken dat het aan je werk ligt of overal aan gaan zitten twijfelen. Maar overal is een markt voor. Overal zijn mensen die wel op je zitten te wachten. Je moet ze alleen even vinden. In ons programma Eilandleven later deze week zenden we een uitgebreide reportage uit over het werk van Roos van der Vliet.